Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En ik heb hier in mijn handen de nieuwe Fujifilm X-H2S. En morgen ga ik hier een complete review video van maken samen met Aribon. En het leuke is, deze camera is nu ook met de finale firmware die ook op de camera zal zitten als jij hem dus gaat kopen. En ik heb hem net bij Fujifilm op kunnen halen. En ik dacht, nou, ik heb hem net binnen. Ik weet, ik ga morgen echt een goede review opnemen. Maar ik wil toch even een first impression video maken. Dus echt gewoon even mijn eerste reactie op deze camera. Even belangrijk om erbij te vermelden. Als je nu vandaag dus op donderdag deze video kijkt, heb je vragen over deze camera, laat in de reacties hier onderin weten. Dan kunnen we het namelijk morgen meenemen bij het opnemen van de complete review video. Maar dat even terzijde. Tijd voor de eerste reactie op deze camera. En ja, 100% eerste reactie zal het inderdaad niet helemaal zijn. Want ja, ik heb mijn lens erop geschroefd. Maar dat is hetgene wat ermee gedaan is. Ik ga even het kapje eraf halen. En dan gaan we aanzetten. En staan, nou geeft het geen plingetje met aanzetten. Het eerste wat ik wil zeggen over deze camera, de grip is echt heel fijn. Als je hier naar mijn hand kijkt, je pinkie valt er eigenlijk gewoon net lekker helemaal goed op. Ik heb niet echt per se het idee dat ik een grip nodig ga hebben. De PASM dial zoals die heet bovenop, ja, ik vond het oude systeem ook wel fijn. De knoppen verder voelen erg fijn aan. En er staat nu een videomode, laat me even naar fotomode zetten. Apps op priority, laat een fotootje maken. Nou ja, een mooie stille sluiter. Nou eerst, ja, hij voelt gewoon heel erg fijn aan. Als ik kijk hier naar de klepjes op de zijkant, die zijn ook gewoon heel stevig. Het zijn gewoon echt deurtjes die je open en dicht kan doen. En even kijken hier de HDMI. Nou ja, full size HDMI en dit is wel een flappy ding. Nou, hij heeft inderdaad een flippy screen. Ik vond het oude scherm fijner, maar voor vloggen kan het beter zijn, denk ik. Dus nou, ik snap dat het erop zit, maar voor mij het andere scherm wel opgemogen. Eerste reactie qua bodybouw, ja, het voelt gewoon goed. De knoppen voelen fijn aan. Hij heeft nog steeds de D-pad. Vind ik heel fijn dat ze die niet geschrapt hebben. Nou, quick menu. Ja, ik denk dat ik hem even helemaal moet gaan instellen en doen. Even kijken, het eerste wat ik altijd meestal doe is trouwens de camera geluidjes uitzetten. Laten we het genoemd geluid. Dan hebben we elektronische sluitergeluid. Ik vind dat zo niks meer. Nou, voordat ik verder ga, denk ik dat ik hem eigenlijk even moet gaan instellen. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is of deze camera ook last heeft van IBIS-hobbels. Dus ik denk dat ik zometeen buiten hem even ga testen. Ben je nou benieuwd naar alle testresultaten en dat soort dingen? Ja, abonneer je dan snel op mijn kanaal hier onderin als je dat nog niet bent en druk op het belknopje. Of druk hier om te abonneren of misschien straks voor hier voor video's die hierop gaan volgen, ik weet nog niet. Dan kan je op de hoogte blijven van de uiteindelijke bevinding. Maar mijn eerste indruk is dat ja, hij voelt heel erg fijn aan. Dat kan ik in ieder geval alvast zeggen.